Hallo allemaal. Ik kom tragisch, slecht, verschrikkelijk nieuws brengen. Bij een opname, explosie, ongeluk, is de game audio van God of War aflevering 22 niet goed opgenomen. Het spijt me. Dus deze aflevering heeft geen game audio. Nu is het gewoon een droge grap van ik die praat. Dus ik flikker er wat spannende, spooky muziek onder. En dan is het gewoon wel te slikken. Dus kijk gewoon de video af. En als je hem niet leuk vindt, kijk hem niet af. En dan kun je aflevering 23 gewoon weer terugkomen. Ander goed nieuws is, vandaag is aflevering 22, dan hebben we binnenkort 23, 24, 25, 26 en dan is de serie af. Dan nog 4 afleveringen hierna en dan is de serie af. Dat is natuurlijk ook slecht nieuws, want dat was een superleuke serie, maar dan maak ik weer eens een serie af op mijn kanaal en daar worden mensen er wel gelukkig van. Dus ja, doe even een duimpje omhoog alsnog, als je hem leuk vindt. Geniet van de video, je mist niet veel, er zit één korte cutscene in met Daedalus en voor de rest is het gewoon een beetje de muziek en Kratos die kreunt terwijl die dingen slaat. Dus je mist niet veel. Ik niet een boertje. Doei! Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van God of War. Het is Kratos en hij gaat Kratos. Hij is de god van de oorlog. Hij is een beetje boos, want zijn familie is dood. Wat moet hij er toch gaan doen? Hij is boos, hij is dood. Hij is boos omdat hij dood is, maar hij leeft. Ik heb geen idee wat ik zeg. Dus klik de video maar weg. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van God of War 3. Zoals je aan mij hoort, ik heb er in ieder geval zin in. En als jij dan met een chagrijnige bek zit te kijken, ja, dat is niet mijn probleem. Want ik probeer al mijn enthousiasme uit te stralen over jou. En ja, als je dat niet accepteert, ben je gewoon een kutkind. Of een kutvolwassene. Geloof het of niet, ik heb volwassen kijkers. Ik geloof er zelf eigenlijk ook niet veel van namelijk. Daarom zei ik ook al, geloof het of niet. Omdat het niet echt iets is wat veel mensen geloven. Ik ga even je schap wisselen naar mijn Nemesische klauwen en ik word een beetje bevroren hier. Maar ik leef. Oké dan. Handig. Ik wou bijna wisselen voor die irritante schilder van deze mannen, maar ze waren al versteend en ja, dan hoeft dat niet meer, hè. Rick, waar gaan we het vandaag over hebben? Waarom is Kratos zo'n klootzak? Goeie vraag. Dat bestaat uit meerdere elementen. Ten eerste het element van dat hij zijn ziel verkocht aan een soort van de duivel, de god van de oorlog. Ja, vond hij niet zo leuk dat hij toen zijn eigen vrouw en kinderen vermoordde. Vind ik wel logisch. Je eigen vrouw en kinderen vermoorden staat niet echt hoog op mijn to-do-list. Hoger op mijn to-do-list staat namelijk vrouw en kinderen krijgen. En daarna kan ik wel kijken of ik ze ga vermoorden of niet, snap je? Maar Kratos had al vrouw en kinderen. En die vermoordde hij. En dan vond hij minder. Toen dacht hij, weet je wat? Ik heb mijn eigen vrouw en kinderen vermoord. Hoe kan ik dit oplossen? Gewoon alle andere mensen vermoorden. En dat is waarom Kratos best wel een klootzak is. Mooi verhaal, of niet dan? Hier, een stormram. Wacht, ik ga een stormram van hem maken. Yay! Dat ging nog redelijk goed. Ja, momenteel zijn we dus gewoon een beetje aan het vechten met mannen met gekke schilden. Ik snap nooit echt wat die mannen met gekke schilden doen. Ik bedoel, als ze een beetje weten wie ik ben, dan weten ze dat ik al een stuk of 1000 van dat soort mannetjes verslagen heb. Dus waarom ga ik nog proberen? Hebben ze mijn healthbalk gezien? Dat ik gewoon nog full health heb zo'n beetje. Want dan kan ik je vertellen, het gaat hem niet worden, vriend. Gaan we nu die grot alweer uit? Oh, we zijn nu weer bij waar we begonnen. Eigenlijk waar we de vorige aflevering begonnen. Als we nu even met die gekke slingers die kant op gaan, dan zijn we daar ongeveer weer. Leuk, hè? Ja, is leuk. Wee! Dit is best wel leuk om te doen ook, hoor. Moet je niet onderschatten. Zo een beetje klimmen en dan zijn we hier. We begonnen namelijk, ja, daar zo, volgens mij. Volgens mij begonnen we hier, letterlijk de vorige aflevering. Het zou leuk zijn als we hier weer begonnen. Dat je denkt, huh? Heb ik deze aflevering al gezien? Ja, toen gingen we die kant op. En daar was die puzzel met het gekke water. Maar toen zei ik al, ja, we hebben de slinger van Boreas nodig. Huilie, huilie, huilie. Oh, dan heb ik een kutleven. Nou, Rick, uit het verleden. Ik heb goed nieuws. Mijn beste piemelmaatje, jij en ik hebben het voor elkaar gekregen om de slinger van Boreas vrij te spelen. Door een hele gekke schorpioen zichzelf te laten steken. Denk je, wow, dat klinkt leuk. Zou ik zeker de vorige aflevering kijken. Denk je, what the fuck, dat klinkt echt vet stom. Blijf kijken en doe een duimpje omhoog. Dat zijn de opties die je hebt. Dan moet ik opeens denken aan opties die je hebt en blijf kijken. Ik had ooit een boek gelezen. Een stripboek van Monsters Co. En dat was dan met keuzes. Dat was zo leuk. Dat was het zo van, oh, er komt iemand binnen. Waarvoor stop je? In de wasmand of blijf je gewoon staan met een machinegeweer? En dan kon je voor allebei de keuzes naar een andere bladzijde bladeren. Net zoals dat je vaak nu van die YouTube filmpjes hebt. Dat je dan twee keuzes hebt en dan word je doorgelinkt naar twee andere video's. En dan word je weer doorgelinkt naar twee andere video's. Maar dan in een boek. Het was zo leuk. Dat wou ik gewoon even met jullie delen. Notitie. Zeus of Zeus of Frank heeft om een nieuwe cel gevraagd. Voor een nieuwe gevangene.
Na de rechters van Hades met eigen ogen te hebben aanschouwd, heb ik alleen maar medelijden met de arme ziel die daar gemarteld zal worden. Hopelijk wordt zij verlost voor de ketting van evenwicht uit balans raakt. Daedalus. Het gaat natuurlijk over mijn hele goede vriendin, Pandora. Pandora wordt gevangen gehouden door Zeus. Want ja, Pandora als die is de sleutel tot het uitmoorden van Zeus. Want momenteel is Zeus gewoon al best wel onsterfelijk en shit. Hier is Daedalus. Onze vriend, waar ik meerdere video's over heb lopen fanboyen. Nee, ik ben je zoon niet, vriend. Hij is wel kaal, weet je. Je kan een hele mooie oude man zijn, maar als je kaal bent. En nee, ik heb ook best wel een vieze neus. Ik noem het gewoon even op. Tanden poetsen mag ook wel een keertje. Ja, hij zegt, ja, je bent lekker bezig, Rick. Oké, ja. Oké. Oh ja, ik dacht dat ik zijn zoon was, dus hij heeft helemaal uit moeten leggen wat ik moest doen. Maar ik ben het helemaal niet. Ik ben gewoon die hele boze man die iedereen doodmaakt. Zo. Nee, ik heb net 10 jaar lang een dolhof lopen bouwen. Dit is vet kut. Nou, wat flauw. Zo zou ik me ook voelen, man. Ja, ik zou ook best boos zijn als ik echt vet lang aan een labyrinth wil bouwen, helemaal voor niks. I got the power. Lekkere tepels heeft hij ook. Dat mag wel gewoon gezegd worden, toch? Moet ik die ook censureren? YOLO waterpolo. Het is ook best wel kut om de hele dag zo te hangen, denk ik. Daar heb je wel gespierde armen van, denk ik. Of juist niet. Hij hangt er niet echt bij alsof het zwaar is om zo te hangen. Oh, wat zielig eigenlijk, hè. Zo'n doodmaken. Pak je pijn en boog je maar. Nee, dat is lullig. Oh, wacht, ik ben ook een lul, dus. Ben ik nou dood? Voor mij ben ik dood. Ik heb geen idee hoe ik zojuist deed. Maar die man ging van... Oh, als ik het hele filmpje maar niet nog een keer hoef te zien. Want dan maak je echt dood met mijn pijn en boog. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Als er nooit meer een morgen zou zijn. Voor mij moet ik wel gewoon op dat platform springen, hoor. Alleen, dat ging dus niet helemaal goed. Wat? Nee, nee. Oh mijn god. Oh mijn god. Look at that butt. Dat is een anaconda grapje. Een anaconda grapje. Mijn anaconda don't. Mijn anaconda don't. Want none unless you got, Pandora, hun. Dus, oh, ik moet natuurlijk deze ketting vastpakken. Ja, had ik ook wel kunnen verzinnen. Hey. Alleen, het zo werkt dan weer net niet. Nou, lekker hangen. Lekker hangen. Lekker hangen. Lekker hangen. Lekker hangen. Hey, ouwe man. What up? Hoe hangt die? Letterlijk en figuurlijk. Eens even kijken. We gaan even lekker hier naartoe. Ondertussen zie je dat hele doolhof zichzelf fixen. Ziet er goed uit. Volgens mij gaan we nog niet naar het hart van het labyrinth. Maar ik kan het fout hebben. Zoals jullie van me gewend zijn. Fouten worden gemaakt in de gemiddelde Serpent Gameplay video. Dus je weet het niet. Dat is het leuke ook bij Serpent Gameplay. Soms weet je het ook gewoon oprecht niet. Oké, wat nu? Nou, waarschijnlijk dit ding vastpakken. Het staat er wel. Oh, fuck. Ik drukte op R1. Ik zweer het je. Dit was niet de bedoeling. Ik ben al best vaak doodgegaan deze aflevering. En dat is niet aan mij te verwijten. Gelukkig was hier ook gewoon een checkpoint. Dus ik doe het. Ik word hier helemaal naar van. Weet je dat? Oké, en nu? Oh, deze zit weer hoger. Huh? Oh, kijk. Ik heb geen idee wat er gebeurt momenteel, maar er zit een bepaalde logica in, denk ik. Het is een beetje magie. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ma. Ik wil hangen zoals ze dat doen in Texas Place. Ik ga weer dood. Ma. Lady Gaga. Lady Gaga. Ik ken de tekst niet van dit nummer van die chick. Ze kan wel geinig zingen en het nummer is ook best wel catchy. Russian roulette is not the same without a gun. Ik moet stoppen met doodgaan, want mijn kijkers lachen me uit. Oh no. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Doe niet zo noob. Rick, je bent een noob. Carry my, so you can be my. Doe niet zo kut. La 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 la. Ga niet dood. Want je bent echt een mega super noob. Rick, doe eens niet zo noob, joh. Na, super noob. Na, super noob. Ma, papa, super noob. Zal ik stoppen met zingen? Is dat misschien een idee?
Wow, ik ga even flink dood hier. Oké, wat moet ik nu doen? Gewoon blijven hangen. Oké, dat kan ik wel. Ik hoor echt hele magische muziek, alsof ik de puzzel compleet heb gemaakt zojuist. Het zal alweer niet. Het begint allemaal heel spooky, allemaal te bewegen, alsof ik het serieus goed heb gedaan. Ik kan het ook niet geloven, jongens, maar ik denk dat ik misschien het level gehaald heb. Het zou zomaar kunnen. Als het dol of klaar is, krijg je inderdaad gewoon één grote kubus en een kleine ruimte waar je doorheen kan lopen, zeg maar. En dan kom je in het midden uit. Ah, ik denk dat we het gehaald hebben, ja. Het ziet er wel redelijk af uit, zeg maar. Oké, wat nu dan? Ah, een deurtje. Dat deurtje hoort er ook bij. Dit is ook de enige route om binnen te komen, denk ik. Blijkbaar. Zo. Yay, dat was leuk. En het deurtje gaat weer dicht. Kiekeboe. Oh nee, dit is echt bout. Nee, ik wil dit niet. Mag ik naar huis? Jongens, kan ik niet gewoon terug naar mijn dode vrouw en kinderen? Dan doe ik dat wel gewoon. Het is leuk. Het goed is dat hier een kist. Niet eens zo'n mooie kist. Ik ben opgelicht. De goden zijn kut. Ik ben momenteel op een pad om de goden te vermoorden. En toch voel ik me opgelicht. En in mijn kontje genomen. We kunnen nog opslaan, want dood gaan we. Ik ben al vet vaak dood gegaan deze aflevering. En dat gaat niet veranderen door de rest van de video heen. Dit is wel leuk. Ja, het is wel geinig. Beetje Villa Volta shit, weet je dat? Villa Volta. Die attractie in de Efteling waar je in dat huis zit en dan gaan de muren de hele tijd draaien. Ik kan jullie wel... Wat? Wat gebeurde er zojuist? Ik ben gewoon een leuk verhaal aan het vertellen, maar is bof dood. Ik heb echt geen idee wat er zojuist gebeurde. Ik heb echt geen idee. Wat gebeurde er? Waarom ging ik dood? Ja, ik loop wel een beetje naar voren toe. Ga ik nou weer dood? Wat gebeurt er? Ik had echt geen idee. Ik denk dat het een bug of een glitch of van alles was. Het was gewoon kut. Ik denk dat het sowieso kut was wat er net gebeurde. Laat ik even gaan focussen op een van deze boze mannen. En dan die andere boze man, die krijgt later wel een pak slaag. Hopla, boze man. Waarom ben je zo boos? Heb je zin in een abrikoos? Of een hamer in je gezicht? Doei. Oh, daar is nog een boze man. De boze mannenclub is verenigd. In boosheid. In boosheid vertrouwen wij. En hij heeft weer zo'n irritant rondje boven zijn bek. Zo van, oh, druk op rondje, Rick. Druk op rondje. Ik bepaal zelf wel wanneer ik op rondje druk, hondje. Je bent mijn rondje, hondje. Oh, ik mag op je rijden. Nee, oké, dan is het goed. Ik wou je eigenlijk gewoon doodmaken. Maar als ik op je mag rijden, dan kun je nog wel eens van pas komen, denk ik. Vuurballen. Vuurballen. Ballen van vuur. Oh, nee. Oh, hond. Waarom ben je zo stom? Waarom ben je zo'n ongehoorzaam kreng? Ga dan maar gewoon... Oké, ik trek je hoofd er al af. Jemig. Wat flauw. Wat kinderachtig. Jammer dat het zo moet aflopen. Maar oké, je bent dood. Je bent dood. Even eens een van deze hamermannen eventjes... Can't stop this. Oh, er zijn best wel veel honden trouwens. Ik heb een fanclub. Stel dat je vuile honden. Het leuke aan die honden is trouwens dat je kan trappen. Doe je eigenlijk hetzelfde als hoe je normaal een stormram maakt volgens mij. Alleen van honden kun je geen stormram maken, dus dan trap je ze weg. Dan druk je rondje, dan pak je ze en dan druk je vierkantje. En dan kun je ze dat tegen elkaar aantrappen. Pof. Het is best leuk. Als je van dierenmishandeling houdt. Ja, dierenmishandeling is eigenlijk niet zo heel leuk. Ik kan me laatst nog herinneren dat er heel veel gedoe was op Facebook over een filmpje van een soort van gehakt molen. Echt zo'n ding waar ze wel eens bankstellen in gooien. Weet je, allemaal van die kleine rondjes met kleine spikkeltjes erop. En als je daar iets in gooit, dan verdwijnt het gewoon. Nou, je zag een filmpje dat ze in één keer 100 kuikens erin tiefden. En dat is heel veel gezeik, want mensen wilden het niet op Facebook hebben. Want ja, Facebook is een leuke plek voor moeders om foto's van hun kinderen te uploaden. Maar dat was niet het geval en oh mijn god, ja. Maar Facebook heeft het filmpje er niet afgehaald. Het was totaal niet schokkend of zo. Nee joh. Gewoon 100 kuikens in de blender. Hartstikke leuk. Hey, dat zijn niet mijn woorden, hè. Dat is gewoon wat Facebook ervan vond. Eens even kijken. Aan het plaatje op de muur daar te zien is de kamer niet helemaal in de juiste positie gedraaid. Die hendel is ook niet echt tactisch geplaatst. Het probleem met dit level is iedere keer als je draait moet je oppassen dat je niet in de stekels valt. Ja, ik ben niet de slimste persoon op aarde, dus waarschijnlijk val ik in de stekels zo meteen. Waarschijnlijk zit er ook nog wel ergens een kistje. Aha! Gevonden! Boef! Volgens mij heb ik van alle items momenteel 2, dus wat kan er allemaal misgaan? 3 gorgone ogen! Dankjewel. Offer aan vaart. Gezondheidsupgrade, maximale chillheid. Nice. Volgens mij moet ik echt nog maar 1 gezondheidsupgrade en dan heb ik gewoon alle ogen in de game gevonden. Ofwel, de game moet haast wel bijna af zijn. Kan haast niet anders. Oké dan, laten we even de slinger van Boreas in dit gaatje stoppen. Ik stop mijn slinger in je gaatje. Nou ja, gaar. Dat is toch wat er gebeurt momenteel. Tjaka! Oké, deze dingen zijn best agressief. Waarom zo boos? Moet ik ooit bij die kist komen? Er zit daar een kist. Ik wil in die kist. I want in that chest. Oh fuck, dat deed pijn.
Pijn. Pijn is fijn. Oh nee, kut, ik ga dood. Nee. Oh my god, ik ga dood. Ik heb wel 3 Phoenix-veren. Dat kun je niet meer van me afpakken. Ik had er terug moeten lopen toen ik... Oh, ik heb alle Phoenix-veren van de game. Dit is me nog nooit eerder gelukt. Ik heb alle Phoenix-veren van de game. En daarom kreeg ik de trofee. Don's deck, snap je? Alle Phoenix-veren. Wauw. Ik ben goed. Waarschijnlijk ga ik weer dood trouwens. Maar dat maakt niet uit. Snel, mag ik weg hier? Zou ik alsjeblieft weg, zeg maar, dat ik dan, zeg maar, hier sta? Maar dan een paar meter verderop en dat ik dan, zeg maar, niet dood ga? Is dat mogelijk, alsjeblieft? Oeh, ik leef! Oké, hoe moet ik hier ooit tussendoor, trouwens? Hoe moet ik hier omhoog? Oh, ik zie het al. Je moet hier aan de linkerkant, waar, zeg maar, niet die kistjes staan. Daar kun je aan klimmen, natuurlijk. Ja, ik ben geen sukkel, jongens. Ik weet weinig en ik ben een heel dom joch. Maar een sukkel ben ik niet. Shit, man. Oké. Klimmen. En dan zo'n beetje daarin klimmen. En dan heel snel weg voordat het vuur je dood maakt en shit. Ja. Kijk. Handig. En ja, dan kun je bijvoorbeeld, als je zin hebt, kun je nu overspringen naar die andere. Hopla. Ik doe het best goed. Niet slecht voor een sukkel, zouden ze dan zeggen. Oké, wat moet ik hier aan doen? Oh, ik moet gewoon hierop. Oké, snel. Rick, je gaat dood. Oh, ik leef nog. Wauw. Nou, even kijken wat ik moet doen. Oh, ik moet gewoon laten vallen, denk ik. Gewoon eventjes wachten tot dat gekke ding met die hendel weer komt. En dan aan de hendel trekken en hopen dat ik weer niet dood ga. Ik ben best wel trots op mezelf dat ik alle Phoenix-veren heb weten te vinden, hoor. Dat is wel, ja, daar kun je mee thuiskomen. Zo, even dit overhalen. Hotsiki, flotsiki. Hendel overhaalski. Gaat er nu gewoon een deurtje open daar of zo? Of gaat de hele kamer weer draaien? Wat voor gezeik hebben we vandaag mee te maken? Ah, nog een deur. Alsof het nog niet leuk genoeg was. Spanning en sensatie. Oh, ik had nu trouwens ook gewoon die kisten kunnen openen. Had een hoop gezeik bespaard. En 1 dood. Ja, ik ben toch 1000 keer dood gegaan in deze video. Dus het had niet heel veel meer uitgemaakt of zo, hoor. Jongens, we gaan kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering meer God of War. Dit ziet er wel lekker dramatisch uit. Alsof we allemaal doodgaan en shit. Ah, daar hou ik wel van. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering van God of War 3. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Want dat kan ik waarderen. Dan ga ik ondertussen mijn Sword van Bellingscap upgraden. Daar zijn de dames dol op. Nee, echt waar. Daar zijn de dames echt dol op. Lekker dan. Even kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Ondertussen gewoon nog een keer het zwaardje van ballingschap upgraden. Because I don't give a fuck. Moet nog 1 keer het zwaard van ballingschap upgraden. Hebben we alles geupgraded volgens mij. Ja, dan komt er een of andere godin van de seks. En die zegt dan, wow Rick, je bent awesome. En laat ze de titel zien en dan vliegt ze weer weg. Iets in die richting. Tot de volgende aflevering. Hoop ik vond deze video leuk. En anders, wat is er mis met me? Laat even een constructieve comment achter. En vertel me wat er mis met me is. Tot de volgende aflevering. Doei!